cd van hun. I found a dream that I could speak to. A dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to. A thrill that I have never known. Oh yeah, yeah. But you smile, you smile. Ongelooflijk. Ja, echt ongelooflijk. Jeetje, wat was dit te gek. En ik eigenlijk, oh, wat een stem heeft hij ook, hè, mensen. Ja, dat is, ja. Marcel, echt. Wat een verrijking voor het programma. Dank je wel dat je dit allemaal wil doen. Gerard, dit is natuurlijk een van jouw favoriete liedjes. Ja, dit is fantastisch. Ik heb gewoon dus echt kippenvel van wat je net deed. Oh. Wat hier gebeurde vorige week, had je nog issues. Die heb je at last laten varen. Ja. En dan heb je Marcel als coach. En ja, die is niet alleen jouw bandleider, jouw zangcoach, maar ook jouw psyche. Ja. Dat hij helemaal psychedelisch doet achter de schermen. Kom je er nog uit? Nee, ik kom er niet uit. Ik ben erg onder de indruk. Je hebt een fantastische stem. En als je dit nummer zo weet te brengen, wauw. Dank je wel. Ja. Oh. Mooi commentaar. Angela. Wat zijn jullie een goed duo. Oh, geweldig. Mooi ook. Kippenvel en dat allemaal in die eerste aflevering. Wat een aflevering, mensen! En het laatste wat ik wil zeggen, wat we verleden week tegen je zeiden, Dionne, dat zie ik nu. Weet je wel, je bloeit helemaal op. Je zit in het veilige licht van Marcel. En dat doet iets met je. Ja, jullie gaan best wel ver komen, hoor. Maar we gaan het merken aan de punten, want met zulke commentaar, Gerard. Ja, dit is gewoon met zoveel kippenvel. Krijg je van mij gewoon nu een 9,5. 9,5? Wat? Angela in shock. Ja, nou, maar dat betekent dat we dus over een week of zes gewoon op de 13, 14 en een half zitten natuurlijk, hè? Dat kan helaas niet. Ik snap het wel, maar ik ga ervan uit dat er nog veel meer komt. Van mij krijg je gewoon een 8,5. 8,5. Prachtig. Dankjewel. Ronnie. Ja, ik vond het echt extreem goed, extreem chill. Van mij krijgen jullie een 9. 9.